mijn deur meelopen. Ik verging van de pijn. Ze hebben ze een grote naald hierin geprikt in mijn zenuw. Dat doet ook heel erg zeer. Net alsof je allemaal stroomschokken door je voet heen krijgt. Om mijn hele voet in de anesthesie te krijgen. Dus volkomen verdoofd, zoals ze dat zouden doen tijdens de operatie. En zelfs daardoor heen kwam weer de pijn. En toen zei het pijnteam, dat kan helemaal niet. U bent helemaal verdoofd. Ja, maar dus ik heb wel het een en ander achter de rug, als je dat zo wil zeggen. En je, weet je wat, de vraag, als je hier bent, of misschien als je meekijkt thuis, als je echt pijn hebt, dan zit je hier niet, misschien thuis. Ik kan met je meevoelen. En ik ben een beetje geschrokken van hoeveel mensen er door ziektes heen gaan. Sinds deze tijd, dat is natuurlijk alweer een aantal weken inmiddels, zijn er veel mensen aan mijn bed geweest. Ook veel sprekers, bekende nationale leiders, leiders in Nederland. En al die namen ga ik niet allemaal noemen, maar echt gewoon iedereen is langs geweest en heel liefdevol. Vanaf Orlando Bottenblij van Betteldrachten, die ons team een beetje coacht. Pastor Richard van Hillsong, Rick Benning van Compassion, Scott Wilson natuurlijk van ons bestuur. En trouwens, Richard zit ook in ons bestuur. En Peter Power veel contact mee gehad. En daar heb ik zo meteen nog een verrassing over. Maar ik ben een beetje onder de indruk en geschrokken van hoeveel mensen dingen meemaken. En dat we echt in een gevallen wereld leven. En ik moet je zeggen, tot die tijd was ik eigenlijk... alles ging goed. Ik was gezond. Ik heb nooit een ziekenhuis gezien. Eigenlijk ja, één keer een klein operatietje, maar dat was niets bijzonders. En dan gaat er toch al een andere wereld voor je open. Wat is er een pijn en wat zijn mensen aan het lijden soms? En wat heb ik veel gezien in het ziekenhuis? En wat heb ik ook gehoord van deze leiders die ik net noemde? Die allemaal wel door dingen heen zijn gegaan. Hier, Paul Scanlon, jullie hebben hem gehoord. Hij zelf, zijn vrouw die een half jaar lang met haar been omhoog moest liggen omdat ze een hele zware operatie achter de rug had. En weet je, ik ben een beetje... We leven in een gevallen wereld. En wie hier is... ben ik tot je aan het praten nu? Heb je pijn of ken je iemand in je omgeving? Wees eens eerlijk. Ik wil voor je bidden. Volgens mij zijn er meer dan dit. Als ik de wereld om me heen zie, wel, ja. En ik wil je bemoedigen. God is bij je. We leven in een gevallen wereld. En je moet zo voor jezelf duivel slecht en God goed. Dat moet je zo uit elkaar houden. Want de vraag komt natuurlijk van waarom gebeurt dit? Mijn eigen vader, en niet verkeerd bedoeld, maar dat was zo'n Job moment. Mijn vader zit aan mijn ziektebed en die zegt, nou Eerd, hoe zie je dat nou? Jij zit altijd in de kerk, je dient God, je bent altijd bezig met de kerk. En nou gebeurt dit, hoe zie je dat dan? Met God en zo? Ik dacht, dit is zo'n Job moment. Ik zei, pa, God is goed. God is goed, dit is niet van God. God heeft mij niet de trap afgeduwd. En wie dat dan wel gedaan heeft, ja. Maar weet je, als je die... If you go down that road, als je die weg op gaat, dan gaat het... Je moet zo je gedachten waken. En dan hoop ik zo meteen tot het woord van de Heer in te open. Je moet zo je denken waken. En vasthouden juist aan Jezus die meehuilt en mee... En ik ken die twijfels, ik ken die vragen. Waarom? Waar is God? En waarom laat hij dit gebeuren? Ik ken die twijfel in die vraag. En ik ken de pijn van achter die vraag. En laat ik je vertellen wat het antwoord komt meestal niet. Al die mannen die ik net noemde, die echt de Heer dienen, hebben allemaal hun verhaal. Of ongelukken of ziektes. Een van die mensen heeft 2 keer kanker gehad. Een aantal daarvan, meer dan 1, een zware burn-out gehad. Eentje, en ik noem niet alles een beetje privé, maar 1 van de mensen die jullie allemaal kennen die hier gesproken heeft, 2 jaar lang in een burn-out. Want dat wist ik allemaal niet, maar ja, nu beginnen ze te praten. En we leven in een gevallen wereld. En voordat we het woord verder openen, wil ik gewoon voor je bidden. Voor iedereen hier, of je denkt misschien aan een geliefde. Misschien je man, je vrouw, een van je kinderen. Die door ziekte heen gaan op dit moment, of door pijn, of door burn-out, of door een beetje ziekte in je ziel. En vader, dank u wel dat we in uw huis mogen zijn en gewoon ons vast mogen klampen aan u, Heer. U bent goed en u doet goed en u huilt mee met mensen die huilen op dit moment. Misschien van binnen, misschien wel achter het scherm als we nu kijken. En ik bid zo, Heer, dat u de trooster bent en de pijn verzacht en heel dichtbij bent. Voor iedereen die dat nodig heeft. Als degene die troost geeft en hoop. Dank u wel daarvoor, Heer. U bent goed
en u doet goed, dat blijft zo. Aan het eind van onze reis zullen we zijn in uw glorie, in uw paradijs, in uw hemel, de plek die u heeft voorbereid voor ons, waar geen traan meer zal zijn, geen ziekte meer zal zijn, geen pijn meer zal zijn. Dank u wel voor de hoop die we hebben in u, in Jezus' naam. Amen. Weet je waar ik ook heel erg veel respect voor gekregen heb? De mensen die werken in de zorg. Ga eens even staan, die werkt in de zorg. Of je bent mantelzorger, ga eens even staan. Ik wil je gewoon bemoedigen, ga even staan. Veel christenen werken in de zorg. Ja. Ja. Blijf even staan. Ik wil gewoon je bemoedigen. Ik heb zoveel mensen in de ziekenhuizen. In het ziekenhuis hier, het Leijenburg ziekenhuis dan waar ik was. Zo hard zien werken. Ik heb nu met eigen ogen gezien de strijd van bezuiniging. Ja, en de patiënten zijn er gewoon. De ziektes zijn er gewoon. En hoe hard ze werkten. Ik heb gezien hoe zusters en broeders onderling van, kan ik heel even koffie doen? Kan jij dan die patiënt even overnemen van me? Ik dacht, zo, als dat elke dag zo gaat. Ik heb ook gezien hoe ze hebben geprobeerd op een hele goede manier om dat niet op de patiënt te reflecteren. Ze waren vriendelijk naar ons, bleven. Maar ondertussen, ik hoorde af en toe de gesprekjes in de gang. Ik dacht, wat een druk ligt er op jullie. Ik ben heel goed verzorgd door het ziekenhuis, door de verpleging, door het verzorgend personeel, door de mensen in de zorg. Dus dank jullie wel. Jullie doen een heel mooi werk. Jullie zorgen voor mensen. En jullie weten beter dan ik hoe druk je daarmee bent, maar we willen je gewoon bemoedigen. Ook de mantelzorgers hier. En dat zijn er waarschijnlijk nog wel meer dan die nu staan. Je zorgt voor iemand die ziek is in je familie, misschien je partner, je kind. En dat kost zoveel energie. En ik wil je daarvoor gewoon in bemoedigen, in Jezus' naam. Amen. Geef ze nog één keer een applaus, onze mensen in de zorg, mantelzorgers. Er is een soort wereld voor me opengegaan waar ik niet echt zo bij stil stond. Niet negatief, maar niet zo bij stil stond. En als je daar dan dat allemaal een beetje bekijkt, dan denk je, dat is wel een wereld op zich. Dus ik hoop dat je bemoedigd bent en we gaan het woord van de Heer openen. Weet je, we hebben wonderlijke weken achter de rug. Weken van geweldige mooie dingen. Os is net geopend, fantastisch. Alle voorgangers waren daar, helemaal geweldig. Mathilde heeft ook moeten vertellen over Zwolle, wat eigenlijk op dit moment op nul staat. En waar we aan het denken zijn, moeten we nou verder? Dat is weer een heel ander bericht. En in Tilburg, Mathilde is in Tilburg vandaag. Rob en Franke. Rob heeft echt gezegd, ik moet helemaal time-out. Zo gaat het nog steeds niet goed. En nog steeds mijn denken ook over Tilburg. En we hebben ze eigenlijk, noem het een soort sabbatical of time-out gegeven. We hebben erover gepraat met ons bestuur, met Scott en Peter Pauwen en Richard. Wat is nou het beste? En we zeiden allemaal, ze hebben echt gewoon even die time-out, sabbatical, noem het maar, nodig. En Famke ook, omdat zij is natuurlijk gewoon oké. Maar de strijd, en weet je wat, dan is zij in de kerk en dan komt ze thuis en dan wil die toch nog weten hoe was het en de gesprekken. En dan, dus dat werkt ook. Dus we hebben tegen haar gezegd, kijk wat er mogelijk is voor jou. Kijk wat er mogelijk is met je kinderen, want je hebt ook nog 3 kinderen. Wees daar ook nog heel voorzichtig mee natuurlijk. Maar dus dat is een beetje, dus bid daarvoor. Ze hebben ons gevraagd met of wij als Key-team de kerk willen draaiend houden in Tilburg. En natuurlijk Fernando en Priska, als je daar bekend bent, die doen heel erg veel underground. Maar goed, dat is een beetje zo, dus bid daarvoor. En eergisteren, 1 december, kregen we de sleutel, lieve mensen, 10 jaar geleden. Kregen we de sleutel van deze kerk. De sleutel van dit gebouw. Dat is een groot wonder. Dat is een groot wonder. Laten we de Heer daarvoor danken. Ja, dat is echt een groot wonder. Echt een groot wonder. En ik hoop echt dat je het hart voor het huis, wat we aan het voorbereiden zijn, dat je dat doet om te investeren. Ik investeer. God heeft geïnvesteerd. Ik investeer in de toekomst. En ook een dankoffer van dank u wel, Heer. Wat een wonder. In deze wereld waar we in leven, dat we een kerk konden kopen. En dat hebben we met elkaar gedaan. Je had al begrepen, dat betaal ik niet uit eigen zak, zeg maar. Dat doen we met elkaar als kerk. En alles wat we hebben gedaan sindsdien, het inrichten, het opknappen en nu weer een nieuwe inrichting van de lounge en alles wat we mogen doen. Zo super gaaf dat we met elkaar de Heer mogen dienen. Dus laat het offer als je aan het bidden bent en je hebt het boekje gekregen. Dus ga lekker lezen, Klaas-Jan zit daar, Klaas-Jan, dankjewel.
Hij schrijft die teksten altijd in het boekje, de Bijbelstukjes. Daar zijn we je heel dankbaar voor. Dank je wel daarvoor. Dat is echt een gave die hij heeft. En een van de, zeg maar, de Bijbelleraren die we hier hebben. En daar zijn we heel dankbaar voor. Dus geniet ervan elke dag een stukje terwijl je aan het voorbereiden bent. Vooral met heel veel dankbaarheid. En alles is vrijwillig. Ik wil je alleen maar inspireren. Ik vraag je niet om je geld. Ik vraag je om je gebed. Om bij de Heer te zijn. En om te vragen, wat kan ik doen en wat wil ik doen? En zoek het maar uit met God. En dan komt het goed. En weet je, dat was een mooie verrassing dat God gaf aan ons. Peter Pauwen, die zei, Erod, wat kan ik voor je doen? En ik zei, ja, nou ja, goed, je bent er voor ons en daar ben ik heel dankbaar voor. Maar hij zei, ik heb een gaatje in mijn agenda, 17 december. Ik zeg, 17 december, dat is de dag dat we eigenlijk vieren. 10 jaar de kerk en kerst, weet je, die combinatie. En het hart voor het huis over, dank offeren aan de Heer en investeren. Hij zei, ik kan komen als je wil. Dus Peter Pauwen spreekt hier over 14 dagen. Zomaar belde hij en zei, ik wil helpen. Dus daar zijn we zo dankbaar voor. En God zorgt voor ons. Amen. Je wil niet weten, echt, mag ik het zo zeggen? Het crème de la crème van Christelijk Nederland is de afgelopen weken aan mijn ziektebed geweest. Die namen die ik nu noem en nog een heleboel andere mooie, mooie mensen. En veel van jullie in de kaartjes. Weet je, ik ben wat dat betreft heel erg verwend. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Oké, we gaan het woord van de Heer openen. Ik heb het over finding God. God vinden. In je wortels uitslaan in God en in Gods woord. En hey, we hebben het over rooted. En ja, ik ben dat boek aan het lezen van Rooted. En ik weet dat God wil dat ik mijn wortels dieper uitsla in hem. En ik denk dat God dat ook wil voor jou. Dieper in hem. En hij wil dat we ons afhankelijk weten en opstellen van hem. Aanhankelijk en afhankelijk van hem. En dat we onze wortels, dat we bij hem willen zijn, bij Jezus willen zijn. Hem kennen en dienen en volgen. En ja, in die tijden zoals nu, wat ik nu meemaak, dan zijn er eerst die vragen, zoals ik al zei, waarom en hoe kan dat, waar is dat? En je krijgt ook nog vragen over de schuld van, wat deed ik fout? Heb ik te hard gelopen van die trappen? Wat was er? Hoe kan in mijn eigen huis? Overigens gebeuren de meeste ongelukken in en rondom de eigen huizen van mensen. Maar waar al die vragen? Ik weet hoe dat is als je dat hebt meegemaakt. En dan is het zo belangrijk dat je wortels uitslaat in de genade en de liefde van Jezus voor jou. Want er is gelijk, weet je wel, je hebt Jezus liefde nodig. Maar dan komt gelijk de stem, ja, maar als hij zoveel van je houdt, waarom laat hij dan dit gebeuren? Ja, toch? En die strijd, die kan je alleen maar overwinnen door het woord van de Heer te zeggen, nee, duivel slecht, God goed en gevallen wereld. Al die mannen die bij mij bij mijn ziektebed en wat ik al zei, bekende namen, zeiden allemaal, sla de vraag van het waarom maar over. Krijg je waarschijnlijk nooit antwoord op in dit leven. Sla die vraag maar over. Maar bid, Orlando ging naast me zitten. Orlando Bottenblij van Betteldrachten, grootste kerk van Nederland. En hij legt zijn hand op mijn been. Hij zei, ik bid dat hij u zal vinden door alles heen. En dat hij dieper en mooier en dieper in u geworteld zal zijn dan ooit tevoren. Hij zei, hij heeft met ziektes en situaties geworsteld. En hij zei, ik gelukkig ben ik er beter uitgekomen. Geen bitterheid, maar meer afhankelijk van God. En hier zitten we dan. Hier zit ik dan. In de serie Rooted. Geworteld, sla je wortels uit. Weet je, Psalm 1 vers 1, welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, niet staat op de weg van zondaars, zit in de kring van spotters. Dus het is zo belangrijk met wie je omgaat. Ja toch? Zo belangrijk met wie je omgaat. Oh, wat is dat belangrijk. Daar ga ik nog een keer over spreken, maar niet nu. Het staat hier in de Psalm 1. Daar begint de psalmen mee, 150 psalmen. Regel 1. Kijk goed naar wie je omgaat. En dan staat er, wiens wet hij overpeinst bij dag en nacht. Overpeinzen is meer dan even Bijbel lezen, stukkie. Het is nadenken. Wat staat hier? Wat zegt God tegen mij? Neem de tijd om je wortels uit te slaan in Gods woord. Als je dat niet doet, dan krijg je allemaal beelden die je zelf invult over God. Sommige christenen zeggen, ja, maar ik kan niet voorstellen dat God dit zou doen. Ik kan niet voorstellen dat God zo zou zijn. Dus dan krijgen ze allemaal eigen, sla je wortels uit in de eerste plaats in het woord van de Heer. Niet op je gevoelens, niet op wat jij of ik denken, voelen, menen, maar op zijn woord. Ja toch?
overpeinst zijn woord. God wil dat we onze wortels uitslaan. En dat we dat doen in vertrouwen in Hem. In afhankelijkheid van Hem. En intimiteit met Hem. En geloof in Hem. En daar willen we de komende minuten nog wat op inzoomen. En geloof en vertrouwen komt door het horen. Het horen van Gods woord. En Johannes 5 vers 29. Dan zie je dat er een paar mensen een beetje doorslaan. De fariseeën over het woord. En dan staat er. Je onderzoekt de schrift en je meent daarin eeuwig leven te hebben. Maar deze zijn het die van mij getuigen. En dan staat er iets heel geks. En toch wilt gij niet tot mij komen om leven te hebben. Dus hier waren mensen die zaten zo in dat woord. Maar het doel is dat je Jezus leert kennen. Beter en beter. Daarom overpeins je het. Niet een beetje lezen uit je, misschien ken je wel teksten uit je hoofd. Maar dat je het overpeins je. Wat zegt God hier tegen mij? Hoe kan ik Jezus ontmoeten in deze tekst die ik hier lees? Hij zei, kom tot mij. Lees mijn woord en kom tot mij. Bouw je leven niet op het drijfzand van gevoelens en van hoe je denkt, wat mensen om je heen zeggen, maar wat Gods woord zegt. Het tweede punt is, weet je, ik weet niet, maar Gods reis, de reis die met God is niet altijd comfortabel. Is niet altijd comfortabel. Ik ben onder de indruk van wat mensen meemaken. En ook mensen die echt God dienen. Ik weet niet of je begrijpt, maar soms is het die vraag. Als ik God nou meer had gediend, was het misschien niet gebeurd. En dat is een hele pijnlijke vraag. Want dan kom je weer in de veroordeling. En ik heb het gevoel dat Jezus, dat lees ik in zijn woord, dat Jezus zegt, er is geen veroordeling voor degene die in Christus Jezus zijn, Romeinen 8 vers 1. Dus dat is niet de weg die je op moet gaan. Als ik nou meer zus, dan had ik misschien niet zo. En dat is niet wat God wil. Hij wil dat je nu je wortels uitslaat in Hem. Maar de reis is niet altijd comfortabel. Als God je roept voor dingen, is niet altijd comfortabel. Lees maar. Over het leven van Jezus zelf was absoluut niet comfortabel. Het leven van al zijn 12 discipelen was absoluut niet comfortabel. Ik weet niet of sommige christenen het idee vandaan hebben van, ja, als ik de Heer ga dienen, is alles fijn en vrede. En ik doe niks, tenzij ik vrede. Ja, ik snap wat je bedoelt te zeggen, maar het leven, oh, sommigen vinden het niet leuk, ik voel het. Het is ook niet leuk. Iemand zei een tijdje geleden, ja, als ik echt mijn tiende moet gaan betalen, dan moet ik anders gaan leven. Ja. Als je God op de eerste plaats wil zetten, moet je anders gaan leven. Iemand zei, ja, als ik elke ochtend eerst tijd met God moet gaan nemen, dan moet ik vroeger op, moet ik mijn tijd anders in gaan delen, moet ik eerder naar bed. Ja. Ja, God op de eerste plaats zetten heeft een bepaalde consequentie. En niet altijd comfortabel. Comfortabel is nog even in je bed blijven liggen en dat ding indrukken over 9 minuten weer. Ja, toch? Het is niet altijd comfortabel. En weet je, en sommige mensen denken, hoe kijkt God naar mij? Is die boos om me? Is die teleurgesteld in me? Het zijn leugens. En de enige die je kan helpen is Jezus in zijn woord om door die leugens heen te breken. Het derde wat ik je wil noemen en waar ik je in wil bemoedigen is the secret place. Ik heb zo het verlangen, niet alleen vandaag, maar ook voor dit woord. Als je na dit woord iets meer van Jezus bent gaan houden en iets meer van Hem bent gaan begrijpen, dan heb ik mijn doel bereikt. Dat geldt overigens niet alleen voor nu. Dat geldt voor als kerk. Als jij hier een tijdje zit en je bent daardoor geholpen meer van Jezus te gaan houden en Hem meer bent gaan begrijpen, heb ik mijn doel bereikt. Hebben wij ons doel bereikt, toch, als kerk? En misschien heb je wel hier dat je echt Jezus hebt gevonden. Nou, dat is helemaal fantastisch. Dit is de kerk waar ik echt tot levend geloof ben gekomen. Dit is de kerk waar ik vervolgens ben gaan groeien in Hem. In zijn vrijheid ben gaan komen. Wauw, dat is precies waar we het voor doen. En als je dan Hem kent en Hem gaat volgen, dan ga je, God roept je in wat we noemen de secret place, de geheime plek. Lees maar even in Psalm 91. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vannacht of overnacht in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tot de Heer, tot mijn Heer, mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw. Ik heb het vaak moeten zeggen. Er gaan allerlei gedachten door je heen. Het waarom, waarom gebeurt me dit? Waarom doet dit zoveel pijn? Waarom? En waarom, waarom? En dan moet je zeggen tegen jezelf. Zeg tegen de Heer, u bent mijn toevlucht. Ik vlucht naar u toe in plaats van u af.
Want als je niet uitkijkt, komt er juist een... Weet je wel, als die vragen zich beginnen op te stapelen... Kom je verder van God af in plaats van dichterbij. Waken over je hart en praat erover met anderen... die misschien er doorheen zijn gegaan. Maak voor je bidden, zoals bij mij. Nationale leiders en zelfs internationale leiders hebben gebeden. Heeltje gaat hier sterker uitkomen. Heb je nodig, je hebt mensen nodig om je heen. Je hebt mensen nodig die zeggen, nee, God is goed. Duivel slecht, God goed. En hij is je toevlucht, zeg tegen de Heer. In het Engels staat er, he who dwells in the secret place of the Most High will abide under the shadow of the Almighty. The secret place, wij kennen dat niet zo in het Nederlands, maar het is zo mooi in het Engels, the secret place. Wat is jouw geheime plek waar jij met God alleen bent? Alleen met Jezus, jij en Jezus. En ik hoop, het is geen wet, maar ik hoop dat je dat elke dag doet. Of in ieder geval dat je erin aan het groeien bent of waar je ook zit. Met jouw plek, je secret place, de plaats waar jij kan schuilen bij de Allerhoogste, waar je je wortels uitslaat in zijn liefde, in zijn genade, in zijn goedheid. Ik heb meer preken over genade zitten te luisteren de laatste tijd dan ooit ervoor. Maar je hebt genade nodig als al die vragen van waarom en hoe kan, en als je dan nu, had je misschien niet nu, dan heb je de genade van Jezus nodig. Dus ik zei tegen Mathilde, ik zit weer een hele genadeboodschap te luisteren. Ik heb het nodig, schijn. Mijn ziel heeft het nodig, genade van Jezus, om daarin in mijn wortels uit te slaan. En weet je, ik ben geschrokken hoeveel mensen er hebben geworsteld aan mijn ziektebed, verteld hebben over hun burn-out die ze hebben gehad achter de rug. Zo één kennen jullie, heeft een boek erover geschreven, dat is geen geheim. David de Vos, de broer van Daniel. En hij heeft een burn-out gehad, heeft er een boek over geschreven, dus het heet Jezus en Burn-out. En allemaal zeggen ze, het heeft toch ten diepste te maken met je identiteit in Jezus. Je doet heel veel voor hem, maar hoe diep ben je geworteld in hem? En weet je wat, dat je elke dag is dat iets waar je in aan het groeien bent. Ik wil in Jezus de dingen doen, niet in mijn eigen kracht. In hem wil ik hem dienen en in zijn Christus in mij. De hoop, de heerlijkheid. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik kan alles aan in hem die mij kracht geeft. Dat heeft alles te maken met je wortels uitslaan. Ja toch? En soms, als het stormt, het waait hard. Dat verhaal weten jullie allemaal. Dat is vaak het moment dat de wortels van de bomen veel dieper gaan. Veel dieper. Ik hoorde jaren geleden, wij in Nederland zetten vrij hoge palen naast een jong boompje. Maar er zijn landen die zetten zo'n laag paaltje ernaast. Weet je waarom? Als het dan waait, gaat dat jonge boompje, die maar een heel klein beetje steun heeft, veel meer wortels ontwikkelen. Als wij een hele grote paal tegenaan zetten, ja, dan leunt hij op de paal. En als het waait, terwijl die eigenlijk de wortels diep moeten, oké. Matthäus 6, vers 6. Maar ga je wanneer je bidt, ga je binnenkamer, sluit de deur, bid tot je vader in het verborgene. En je vader die in het verborgen is, zal het je vergelden. Dat is die binnenkamer. Dat is de secret place. Je kent deze tekst misschien vast wel. Ga in je binnenkamer, sluit je deur. Sla je wortels uit in de liefde van Jezus. In zijn genade, in zijn goedheid. God zal je belonen. In Marcus 3, vers 13 staat het zo mooi. Hij ging de berg op, riep tot zich wie hij zelf wilde. En ze kwamen tot hem. En hij stelde de 12 aan. En dan staat het zo mooi. Staat die tekst niet op het scherm? Niet op dit scherm? Oh, vanmorgen wel. Marcus 3, vers 13. Daar is hij. Opdat zij met hem zouden zijn. En het evangelie zouden preken, het goede nieuws. Maar wat voor goed nieuws hebben jij en ik als we niet eerst bij hem zijn geweest? Hij wil dat je bij hem bent. Jezus wil dat je bij hem bent. In jouw secret place, in je binnenkamer. Vind een manier. Vind een manier. Voor Johannes de Doper, de secret place, de binnenkamer was de woestijn. De eenzaamheid van de woestijn. Voor David was het als een herdersjongen in het veld met zijn harp. God aanbidden. Voor Jezus in zijn drukke dagen van zijn bediening. De laatste jaren van zijn leven was het dat hij 's morgens vroeg de eenzame plekken opzocht om te bidden om met God te zijn. Jezus roept jou in de eerste plaats om met hem te zijn. En dan... Laat de tekst nog even staan, zo mooi. Want dat staat erachter, achter die komma. En dan gaat hij ze uitzenden om het goede nieuws te vertellen aan anderen. Dat is wat er gebeurt hier in je binnenkamer. Je bent bij hem en je wortels gaan dieper in zijn liefde voor jou. Je motivatie wordt steeds zuiverder om hem te dienen. Niet uit taak, niet omdat de voorganger dat vindt. Niet omdat de bieter al 20 keer aan je gevraagd heeft om in het welkomteam te zitten.
Nee, omdat je in Jezus, zijn liefde voor jou, jouw liefde voor hem begint te groeien. En dan komt dat verlangen. Ik wil anderen vertellen, ik wil helpen. Dat is precies wat er gebeurt in de binnenkamer. De prioriteit van jouw liefde voor God en Gods liefde voor jou vooral. En waar jij begint te groeien, liefde voor hem. En dan openbaart hij de story, het verhaal wat God aan het schrijven is. God is een verhaal aan het schrijven, wist je dat? Over Den Haag, over Nederland, over CLC, over hier, City Life Church in Den Haag. En over jou. En dat verhaal past in elkaar. En dat ga je ontdekken in je binnenkamer. Dan begint het verlangen te groeien. Wat is mijn plek, Heer? Dank u wel dat ik daar deel van ben, van de story, het verhaal wat u aan het schrijven bent. Ik moet het zeker zo doen, hè, voor de zaal. Ja, in het spiegelbeeld. We gaan even kijken naar Jehu nog, een paar minuten. Nou ja. De zalving van Jehu in 2 Koningen 9 vers 1 en verder vind je dat. Jezebel in die dagen, die regeerde nog steeds over Israël. Met een hele harde hand. Jezebel staat natuurlijk voor het overrijden en al die dingen. Dat was niet fraai. Het volk leefde in duisternis. En de Heer riep Jehu als nieuwe koning van Israël om het volk te bevrijden en in het leven en de goedheid van God weer terug te komen. En dan wordt er, je had Elia en Elisa. En Elisa had nog een paar zonen en profeten, dienaren. En een van die dienaren wordt gestuurd naar Jehu. En dan staat het er, dan staat hier in vers, eind van vers 2. Ga bij hem binnen, zegt God dan. Doe de deur, doe hem opstaan uit het midden van zijn wapenbroeders. Breng hem in de binnenste kamer. Dus God zegt tegen de profeet, ga hem zalven om als nieuwe koning van Israël. Maar neem hem even weg uit al die mensen waar hij mee optreedt, al die uit zijn groep om hem heen. En breng hem in de binnenste kamer. Daar mag je hem zalven. Daar, zegt God, zal ik hem zalven. Wat gebeurde daar? 2 dingen. Jehu kreeg in de eerste plaats, God liet hem zien, lees het een stuk verder maar, over de toestand van het volk in onderdrukking. Als het ware God als vader openbaarde zich. Ik hou van mijn kinderen. Die in onderdrukking leven, die in duisternis leven. En ik zalf jou, ik roep jou. In de binnenkamer gebeurt dat. Er begint de bewogenheid te komen. Gods bewogenheid. En ik zalf je. Ik begin iets te doen in je leven. Ik begin iets te doen in je hart. Ik zalf je als koning over de natie die God je geeft. Vind je mooi? Maar dat gebeurde in de binnenkamer. Hij moest die deur achter hem dicht doen. Jezus zei precies hetzelfde wat we net lazen. Zoek hem. Sla je wortels uit in hem. Weet je, je hebt een kostbare rol in Gods plan. God is een, zoals ik al zei, hoe doe ik dat zo, hè? Een story aan het schrijven. Over dit land. Hij heeft een plan. En dat is hij aan het schrijven. Over Den Haag en over jou en mij. Over de kerk hier. En jij en ik, we hebben daar een kostbaar plan. Een kostbare plek in zijn plan. Geloof je dat? En God heeft een droom voor dit land, voor deze stad, voor deze kerk en voor jou. En dat past allemaal in elkaar. En dat ga je zien in de binnenkamer, waar je je wortels uitslaat in hem. En misschien wel, zoals ik af en toe de laatste weken, wat, weet je, er ergens iets, ben je gek, weet je wel, God is goed, nou ik zie het, weet je, waarom gebeurt dit dan? En hij zegt, nee, ik pak me des te dieper, wil ik mijn wortels uitslaan in zijn goedheid, in zijn genade, des te dieper. En ik merk nu al een verschil, als ik nu praat met mensen in de zorg, wat ik net deed. Ik heb zo'n respect voor mensen. De mantelzorg bijvoorbeeld. Vroeger, heel eerlijk gezegd, stond ik daar niet zo bij stil als nu. Ik heb die wereld een klein beetje gezien. En ik denk, wauw, wat is dat kostbaar. Wat geven mensen veel. En ik merk, zo praat ik vroeger niet echt over de zorg. Ik praatte gewoon niet echt over de zorg. Eerlijk gezegd. Ik bedoel, ik vond het allemaal geweldig, ziekenhuis natuurlijk, maar er reed net de ambulance voorbij in de pauze. En ik zei tegen Bart, ja, dat hoor ik dan nu wel. En Bart en Maaike stonden erbij. Daar ligt iemand in, daar wordt misschien gevochten voor een mensenleven. Als ik het zeg, dan word ik weer emotioneel. Weet je, zo waarom doen mensen dat? Het is de liefde van God in hun. Als je weet hoe hard er is gewerkt voor mij en voor mijn voet. 20 minuten bij de voordeur. Er was niet eens tijd om de ambulance in te gaan. Het was zo
urgent. We moeten nu al iets doen, anders nu gelijk. We hebben niet eens tijd om naar het ziekenhuis te rijden. 7 minuten, geen tijd voor. Ik denk, wat werken mensen hard? Waar komt die liefde vandaan? Het is iets wat God in ons gelegd heeft. Om anderen te redden, om anderen te helpen, om anderen weer op hun voeten te krijgen. Op hun benen te zetten. Ja, toch? En dat precies, daar zijn we allemaal voor geroepen. Sommigen letterlijk, maar sommigen geestelijk. God is aan de ene kant, weet je, je moet leren in die momenten, ik loop iets uit, maar je moet leren in die momenten om de goede dingen te zien. Om dankbaarheid moet je echt voor kiezen. Maar je moet het doen. Wat zijn de 3 dingen waar jij dankbaar voor kan zijn vandaag? Dus eerst, ik zeg het je eerlijk, ik was niet dankbaar de eerste paar dagen. Ik zei, ja, God is goed, weet je wel. Ergens in mijn achterhoofd. Ik preek er elke week over. En je moet gaan kiezen voor dankbaar. Je moet gaan kiezen voor, ik wil wel zien wat God wel... Oké, mijn andere been is nog wel gezond. Mijn rug, alles is oké. Het had nog erger kunnen... Die gedachte, oh ja, het had nog erger kunnen aflopen. Oh ja, nou ja, ik moet dankbaar zijn dat het niet erger was dan dit. Dit was erg, maar het had nog erger gekund. Dankbaar voor de chirurg. Een topchirurg. Die uit zijn bed werd gehaald. En om 1 uur 's nachts begon die. Iemand die een traumachirurg gespecialiseerd. Kan je voorstellen, mensen die auto-ongelukken krijgen en hun borstkast, hun ribben is naar binnen geklapt. Zoiets. Dat is zijn specialisatie. Over de hele wereld komen ze aangevlogen, doktoren, chirurgen, om te kijken hoe die dat doet. Die man heeft mij geholpen. Dat is wel iets om dankbaar voor te zijn. Na een paar dagen dacht ik, oh ja, laat ik de Heer daar eens voor gaan danken. Dat er geen prutser aan mijn voet zat, maar een topchirurg in dit land. En zelfs internationaal. Anyways, we gaan bidden. Als je het goed vindt, ga ik gelijk door in de uitnodiging. Ik voel gewoon mensen, er zijn hier harten die hebben, je verlangt naar Jezus. Je verlangt naar Hem. Iets in jou, wat je nu voelt, dat is het verlangen. Dat is Gods roep, dat is God. Laat me je alsjeblieft helpen. Ik ben je hemelse Vader. Ik heb je gemaakt, ik weet wat je nodig hebt. Ik kan je kracht geven. Sta me toe in je leven. Dat is wat God zegt tegen sommige mensen hier. Dat is wat Jezus zegt tegen sommige mensen hier. Ik heb het gedragen. Ik heb de pijn gedragen. Ik ben er doorheen gegaan. Ik ben mens geworden. Al die pijn heb ik gevoeld. Er staat in Hebreeën, we hebben een hoge priester die mee kan leven met jou. Hij kan meeleven, kan meevoelen. Hij roept niet uit de hemel van, komt goed hoor, komt goed. Nee, hij is er doorheen gegaan. Hij is naar beneden gekomen op ons niveau. Van verdriet en pijn en herstel. Hij geeft herstel. Dus ik geloof dat sommige mensen hier willen reageren op de uitnodiging om Jezus echt bewust in je leven toe te laten. Mag ik je voorgaan gewoon daarin? Om je helpen? Mag ik je voorstellen aan Jezus? Hij is door de pijn heen gegaan, maar hij is ook opgestaan uit de dood. Hij is ook de overwinnaar over jou en mijn leven. En aan het eind maakt hij alles goed. Hij zal de tranen van je ogen wissen. Hij zal alles goed maken. Weet je, als jij nog nooit heel bewust een keuze hebt gemaakt voor de Heer. Misschien kom je hier een tijdje, misschien ben je net nieuw. God wacht dat je ja zegt tegen Hem. Hij wil dat je bewust kiest voor Hem. Dat je zegt, ja, ik vertrouw mezelf aan U toe. Ik snap nog niet alles. Hey, de rest van je leven zal je niet alles snappen. God vraagt je niet om alles te snappen. Vraagt je om Hem te vertrouwen in alles, door alles heen. En dat zijn we allemaal aan het leren. Het begint met een keus. Ja, Heer, dat wil ik leren. En misschien ken je Jezus wel, maar